Van 17 naar 35 zetels voor de PVV. De monsterzege van de PVV bij de Kamerverkiezingen komt als een verrassing. Ook voor het enige partijlid. 35! In Media Logica. Hebben de media Wilders aan zijn winst geholpen? Dank u. Nou, dan geven we het NOS 8 uur journaal op die zaterdagavond wel een hele belangrijke positie, denk ik. De vraag is, moet je het zo prominent brengen? Dus dat verbaasde mij wel. Juist omdat de NOS altijd heeft gezegd, daar zijn we ons van bewust. Dus dat doen we niet. Overigens, wij krijgen dus ook de media die we verdienen. Net zo goed als dat we de regering krijgen die we verdienen, krijgen we ook de media die we verdienen. Hoe gaat een van de invloedrijkste politici om met journalisten? Ik was ervan overtuigd dat hij wist wat hij deed. Dus waarom doe je dit? Bent u milder geworden? Nou, ik weet niet of ik milder ben geworden. Ik ben gewoon dezelfde Geert Wilders van dezelfde PVV. Media verslaan verkiezingen vaak alsof het een paardenrace is. Veel aandacht gaat uit naar die ene vraag. Wie ligt er op kop? Wie deze keer gewonnen heeft, is duidelijk. Maar hoe verliep de race? Ik open de vergadering van maandag 10 juli 2023... Dat Geert Wilders mild kan zijn, blijkt bij het begin van de campagne, wanneer een van zijn grootste tegenstanders met een verrassing komt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Ik zat op de publieke tribune op dat moment en ja, het was toch een verrassing, hè, dat hij dat zo uitsprak. Want Rutte, toen hij naar de vergaderzaal toeliep, ontkende hij het nog een beetje. Hij had nog steeds zin om door te gaan, zei hij toen. Ik denk dat Geert Wilders even verbaasd was als de rest. En tegelijkertijd ook zijn kansen zag. Ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Ik denk dat Geert Wilders oprecht heel erg veel waardering koestert voor Mark Rutte als tegenstander in het parlement. Maar ook dat hij wist, dit is het moment om vriendelijk en aardig over te komen naar wie er na Mark Rutte gaat komen. Want na Mark Rutte komt er een heel andere VVD en dan liggen de kansen weer helemaal anders en de kaart opnieuw geschud. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Het was wel naar een eerste glimp in een Wilders die er ook kan zijn en die er ook altijd wel is geweest. Hè? Iemand die hoffelijk kan zijn, iemand die charmant kan zijn. Dat is er altijd wel geweest. Alleen Wilders daar nooit heel veel de nadruk op gelegd. En dat veranderde natuurlijk wel tijdens deze campagne. Vrienden van de PVV, hey! Hoe gaat het met jullie? Voordat we aan het bier gaan, ga ik een paar minuutjes wat vertellen over waarom we hier zijn. De PVV is, zoals altijd, kritisch op de islam. Maar heeft deze campagne ook aandacht voor thema's als de woningnood en bestaanszekerheid? Ook zou de toon van de lijsttrekker deze keer milder zijn. En dat biedt kansen. Wat kiezers fijn aan hem vinden, is dat hij de dingen zegt zoals ze zijn. Hij draait er niet omheen, hij is eerlijk. Hij zegt dingen die andere politici niet durven te zeggen of misschien niet vinden. Maar hij doet dat wel. Maar hij is daar soms heel radicaal in. Hij vliegt wel eens uit de bocht. Dat zeggen kiezers ook. Je zag ook wel eens van, oh ja, ik vind de PVV eigenlijk wel goed. Maar het is me iets te radicaal. Nu komt er een nieuwe partij, de BBB of de NSC. Die zijn iets gematigder. Ga ik daar eens even kijken. Maar op het moment dat Wilders aangaf,
Nou, ik kan de scherpste randjes er best zelf afslijpen. Maak je geen zorgen. We houden ons aan de grondwet, et cetera. Hebben heel veel kiezers op rechts gedacht van... Nou, als dat zo is, dan is er nog meer reden voor mij om gewoon PVV te stemmen. U ziet een beetje een nieuwe Geert Wilders hier. Ja, ik heb in ieder geval een aantal kreten niet van hem gehoord en dat bevalt me wel. En opeens zag je toch tijdens die campagne... Ja, een wat aardige man. Hè? Ook in die debatten had hij het daar niet meer over. De islam is natuurlijk heel weinig aan bod gekomen in deze campagne. Hij had het over eigen risico, hè, de woningbouw. Je zag hem in een van die debatten, ja, we moeten dit gewoon samen oplossen. Alsof hij eigenlijk al sinds jaren dacht de grote verzoener op het Binnenhof. Wat doen we met de bestaanszekerheid? Hoe zorgen we dat mensen weer geld en portemonnee krijgen? Dat heeft nu onze prioriteit. Maar je moet ook samenwerken met andere partijen. En dat wil ik ook wel uitstralen, omdat ik vind dat die stem op de PVV ook moet leiden tot regeringsverantwoordelijkheid. Want... als ik mijn partij groot wordt en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achterkomt, wat dat ook is. Maar wat de mensen zien, ze zien ook gewoon een man die inderdaad toch anders overkomt, milder overkomt, ook zegt dat hij graag wil samenwerken, die af en toe een grapje maakt. Dus ja, dat is wat de kiezer ziet op dat moment. Hij gaat wat meer met zijn woorden om, dat hij denkt van ik kan beter niet meer zo fel er tegenin gaan. Maar je moet ook bedenken dat er sinds de intrede van de PVV zijn er heel veel rechtspopulistische of rechtsconservatieve partijen bijgekomen. Forum, BBB, Ja 21. En sommige daarvan zijn radicaler, nog uitgesprokener en misschien soms ook nog wel wat onrealistischer dan de PVV. Dus zelfs als de PVV op dezelfde positie is gebleven, en ik denk als standpunt dat dat redelijk zo is, als je op rechts uitdagers hebt, dan lijkt het in de beeldvorming al snel alsof je heel erg gematigd bent geworden. En dat is ook gebeurd. Dank u wel, meneer Baudin. Interruptie van de heer Wilders, PVV. Tijdens de algemene beschouwingen zoekt Geert Wilders de confrontatie met Thierry Baudin. Voorzitter, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudin. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hadden plaatsgevonden? Meneer Baudin. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Wat je hier ziet is dat Wilders naar voren loopt om heel bewust een uitgebreide interruptie te plaatsen bij Baudet. Die eigenlijk altijd toch een van zijn medestanders is in de Kamer. Historicus Geerten Waling is co-auteur van een politieke biografie over Geert Wilders. En opeens gaat Wilders er met gestrekt been in bij Baudet. Over de maanlanding, over 9-11. Helder was nog een vraag over maanlanding. Ja. Ja, het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Maar, wilt u daar nog op reageren? Ik was er niet. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel... Ja. De heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Hier zie je dat Wilders even heel duidelijk wil maken. Ja, ik ben rechts. Ja, ik ben radicaal rechts. Maar ik ben niet gek. Aan mij heb je een zinnige, parlementaire, democratische partner om rechtsbeleid te voeren. En niet een onbetrouwbare kletsmajoor als zo'n Baudet. Wilders is gewoon een doorgewinterde politicus. En hij heeft tot dat moment eigenlijk liet hij Baudet altijd met rust. Dat was toch ook een soort bondgenoot op veel vlakken. En dat hij dat toen zo deed, vond ik, was wel ook al heel opmerkelijk. Dus naast dat het even een memorabel moment was, was het ook wel denk ik een strategisch moment van Wilders. Welke gedachte zat erachter dan? Nou, dat hij het redelijke alternatief voor Baudet is geworden. Want ik zeg u, meneer Baudin, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Helaas
heeft 9-11 ook plaatsgevonden. Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Ik wil eens weten dat het een lang debat is, een saaie dag. En dat dit precies op een moment kwam waarop eventjes de camera's behoefte hadden aan een leuk scherp fragment. En ik denk dat dat hem ook heeft geholpen onderweg naar de formatietafel. Maar maak het nu niet te groot. Het is één grapje bij de interruptiemicrofoon. Ik denk dat het, de populariteit van het filmpje zegt wel genoeg. 1,5 miljoen mensen zien hoe het 8-uur-journaal de grap van Wilders brengt als uitsmijter na het weerbericht. Een opvallend moment net. Geert Wilders vroeg aan Thierry Baudet of het klopt dat hij de toedracht van de aanslagen van 11 september en de maanlanding in twijfel trekt. Op TikTok is dit filmpje inmiddels 1,2 miljoen keer bekeken. Volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. De Tweede Kamer roffelde op de bankjes. Dus ook zijn grote tegenstanders waren hierover te spreken. Hij heeft hier even een puntje gescoord op de scorekaart onderweg naar de formatietafel. De campagne begon heel erg inhoudelijk. Dat was ook iets wat de partijen heel graag wilden. Maar uiteindelijk is het toch geresulteerd in één grote paardenrace. Nel Ruigrok doet al jaren onderzoek naar kiezersgedrag en de rol van de media. Ook tijdens de laatste campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat we weten in de communicatiewetenschap is wat je horse race nieuws noemt. En dat gaat eigenlijk alleen maar over wie gaat er winnen. Want het commentaar bij de paardenwedstrijd gaat alleen maar over wie ligt er op kop. En gaat die al winnen? En misschien wint die wel en misschien wint die ander. Maar uiteindelijk is dat het enige waar het over gaat. In de nieuwste peiling van Ipsos en Eén Vandaag is de top 3 ongewijzigd. De strijd om wie de grootste partij zal worden ligt ook nog open. Eerst had je 3 partijen die aan kop een beetje stijf wilden wisselen. Daar komt nu langzaam een vierde bij, de PVV. De NSC van Omtzigt verliest er 7 in deze peiling en valt dus buiten de groep koplopers. VVD en GroenLinks PvdA hebben de PVV erbij gekregen als echte concurrent voor de plekken bovenin. Ineens doen er 4 partijen mee om de grootste te worden. Althans, dat blijkt uit 1 peiling. Hebben de media een rol gespeeld bij de winst van Wilders? Enorm. Enorm? Ja, omdat zij dus, zeker de laatste week, heel veel aandacht hebben besteed aan wie wordt de grootste. Met nog 6 dagen tot de verkiezingen staat de PVV op zo'n 20 zetels in de peilingen. Dat aantal zal binnen een week bijna verdubbelen. Een belangrijke rol daarbij speelt een debat op SBS6. Ja, u kijkt naar SBS6, dan weet u hoe het werkt natuurlijk. Vandaar dat er een beetje meer enthousiasme in zit in deze uitzending. Dat is belangrijk natuurlijk ook. En we gaan het hebben over belangrijke thema's. Zorg, migratie. Is SBS een belangrijke zender voor Wilders? Ja, absoluut. Een groot deel van zijn achterban kijkt naar SBS6. En Vandaag Inside. Dat denkt u of dat weten we? Dat weten we. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dilla Jezilgus en Frans Timmermans. Hij deed het eigenlijk in al die debatten goed. Maar dit debat was natuurlijk heel goed bekeken. Het was vlakbij de verkiezingen. Dus ja, als je op dat moment dan zo goed blijkbaar de kiezer weet te overtuigen, ja, dan krijg je, dat hebben we gezien, de wind in de zeilen. Ja, daar heeft Wilders eigenlijk zijn slag geslagen. Het was een heel, smerig debat. Het was eigenlijk nauwelijks een debat. Het was een soort free fight. Maar daar komt Geert Wilders het best tot zijn recht. Je maakt geen foute opmerkingen. Je zegt iets dat je moet voorkomen dat die Nederlander de klos is. Dat die Nederlander veilig is. En dat kan je doen ook door de immigratie te beperken. Meneer Wilders, dan ben je stil. Dan gaat het niet over ideeën of over inhoud. Het gaat er alleen maar om wie kan de juiste one-liner zeggen op het juiste moment. En daar is Wilders gewoon briljant in. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het fragment uit de SBS6-debat... waar de dame uit Zaandam een vraag stelt over het minimumloon... maar waar uiteindelijk de discussie terechtkomt op het eigen risico.
Daarom... U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar, zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende 4 jaar is te laat. Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die heeft, kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg en we weten uit onderzoek dat heel veel mensen na dat SBZ-debat zijn overgestapt. Onder andere vanwege dit punt. En wat verwijst u daar de media dan? Omdat ze alleen maar kijken naar dat soort fragmenten. En niet naar de onderliggende vraag. Bijvoorbeeld, oké, kunnen we het eigen risico in 1 keer afschaffen? Prima, maar wat zijn dan de consequenties? Volgende week woensdag gaat het allemaal gebeuren. De VVD, de PVV, de PvdA en Piet Omtzigt met NSC. Het debat wordt bekeken door ruim 1,5 miljoen mensen. Maar belangrijker dan het debat is wat er daarna gebeurt. Waar het om gaat, zo'n debat dat heeft wel een beetje invloed voor mensen, maar vooral de invloed zie je daarna en dan wordt het geduid van wie heeft het debat gewonnen. Ja, wie wordt het volgende week woensdag? Hopelijk heeft het debat van Nederland vanavond wat geholpen. Laten we eens kijken. De eerste vraag was: wie heeft jou persoonlijk het meest overtuigd dat hij of zij de problemen in het land het best kan oplossen? Nou, we zien het al. 37% zegt Wilders, gevolgd door Omtzigt, 1/4. En dan... Ook een hele grote groep, die lezen die cijfers. Die hebben zelf het debat niet gezien. Die lezen die cijfers en dan zeggen ze bijna de helft van de mensen vindt dat Wilders eigenlijk de man is om het land te leiden. En als je dan toch al twijfelt, je denkt, die stijgt ook in de peilingen. En mensen vinden dat hij het goed heeft gedaan. Dan ga je die kant op. Dit weten we uit onderzoek. Er is heel veel onderzoek naar geweest. We hebben SBS gevraagd om een interview, maar de zender wilde niet aan deze uitzending meewerken. Het debat op SBS blijft niet zonder gevolgen, ziet opiniepeiler Maurice de Hond. Als ik naar metingen kijk, kan ik onmiddellijk zien uit de overgangen of er grote veranderingen zijn. Nou, nu zag ik een beweging die ongekend was, die ik heel weinig vond. Ja, en je zag onmiddellijk dat de PVV van 20, 21 zetels naar 7, 28 zetels sprong. In die periode was ik met Hart van Nederland, die zou het naar buiten brengen. En normaal brengen ze dat naar buiten om 8 uur 's avonds. Maar ik had de uitslagen al rond 11 uur. En de tweede plaats, ik zag hoe belangrijk die verschuiving was. En ik zei tegen Hart van Nederland, het zou toch interessanter zijn om het al wat eerder te publiceren. Tegen het einde van de middag maakt de Hond zijn nieuwe peiling bekend. De PVV schiet omhoog. Verschillende politici reageren direct en roepen hun volgers op tot actie. Nu komt het erop aan. Omdat het een bedreiging is voor alles waar wij in geloven en alles waar we voor staan. Ook de NOS ziet de peiling van Maurice de Hond en alle reacties. De redactie belt met een concurrerende opiniepeiler. Ik ben gebeld door een journalist van Nieuwsuur NOS. Wij zien een peiling van Maurice de Hond met een stijging. Wat weet jij? Wat zie jij? Ik wilde daar niks over zeggen, want ik had met Galit en Sophie afgesproken dat wij dat op maandag zouden gaan gaan publiceren. Maar ik heb toch iets gezegd, en misschien had ik dat niet moeten doen, als wat Maurice ziet is geen onzin. Dus daar kon zij uit concluderen dat het toch niet die ene peiling was die dat zag. En het was eigenlijk wel een soort steuntje in de rug, zou ik maar zeggen. Toen we hoorden dat INO eigenlijk ook diezelfde trend al scherp waarnam. Dus wat dat betreft steunde dat ons in de overtuiging om te zeggen, oké, we gaan hier een verslag van doen. Opwinding in het laatste campagneweekend. Gaat de PVV ook meedoen om de grootste te worden? De NOS besluit aandacht te besteden aan de peiling van Maurice de Hond en de politieke reacties daarop. Opvallend, omdat de nieuwsorganisatie in principe geen individuele peilingen publiceert. Kwam het feit dat de NOS daar iets mee ging doen, kwam dat voor u als een verrassing?
Ja, dat kwam wel als een verrassing. De NOS heeft een jaar of 10, 12 geleden zelf besloten om alleen te werken met de peilingwijzer. De peilingwijzer is een gemiddelde van de echte zetelpeilers die er zijn. De NOS is er altijd heel erg consistent en streng in geweest. Dus ook als wij wel eens wat lieten zien in een peiling, wat interessant zou kunnen zijn, zeiden ze, nee, Peter, je weet wat ons beleid is. Wij doen geen individuele peilingen. Als de peilingwijzer zover is, dan publiceren we dat. Dus het is dan heel erg bevreemdend dat de partij die de peilingwijzer zelf min of meer gelanceerd heeft, ineens besluit om één peiling van één peiler die niet in die peilingwijzer zit te publiceren. En dat ook tot opening van het nieuws te maken. We hebben geen cijfers genoemd. We hebben alleen maar gezegd, er is een hele duidelijke trend zichtbaar. Geert Wilders, die komt nu terecht in de kopgroep. Tot nu toe hadden we het over Jezelgus, Omtzigt en Timmermans die kans zouden maken om de grootste te worden. En Wilders die lijkt zich daartussen in te dringen. Wilders baseert dat op een peiling van Maurice de Hond. En uit die peiling, de eerste peiling na het opmerkelijke SBS-debat van afgelopen donderdagavond, blijkt dat de PVV flink in de lift zit en dat NSC van Pieter Omtzigt flink naar beneden gaat. En dat de PVV nu ook meedoet om de grootste partij te worden. Heeft u op enig moment geaarzeld? Zo van, moeten we dit wel doen? Nou, sterker nog, we gingen ervan uit dat we het niet zouden doen. Alleen, het was ook de dynamiek van die dag die ons ertoe bracht om te zeggen, ja, oké, maar als de trend zo sterk is en er gebeurt van alles op Twitter en tegenwoordig X natuurlijk, dan is dat alleen al gewoon nieuwswaardig. We zitten een paar dagen voor de verkiezingen. Ja, er gebeurt hier gewoon, er is hier een hele belangrijke ontwikkeling. Het woord dynamiek valt veel, zowel in de verslaglegging als ook in het gesprek wat u en ik nu hebben. Ja, je kunt ook zeggen dynamiek, het zijn wat tweets van politici. Daar zijn er wel meer van geweest tijdens de verkiezingscampagne. Ja. Maar we zitten aan het eind van een hele spannende verkiezingscampagne, waarbij op dat moment nog drie partijen en met Wilders erbij vier partijleiders strijden om de grootste te worden. Ja, dan is elke tweet of van mensen die daartussen zitten, is relevant. Dat is niet zomaar een ontwikkeling of zo die je even terzijde kan schuiven. De vraag is, moet je het zo prominent brengen? Want er zijn ook media geweest. Volgens mij RTL Nieuws bracht het als derde of vierde onderwerp. Volkskrant bracht een artikel op maandag waar het onderaan het artikel werd beschreven, werd even genoemd. Het is heel erg bepalend voor wat kiezers gaan doen in de mate waarin je een partij als winnaar neerzet op basis van een peiling. En dat heeft een grote invloed. Dus dat verbaasde mij wel. Juist omdat de NOS altijd heeft gezegd, daar zijn we ons van bewust, dus dat doen we niet. Wilders is op dit moment bij het debat van het Zuiden in Den Bosch en die wil die dynamiek best wel aanzwengelen. Meneer Wilders, droomt u al van een torentje? Nou, het is wel geweldig nieuws dat er zoveel steun is voor mijn partij, de PVV. Ja, wie zwengelt hier nou de dynamiek aan? Ja, goeie vraag. Je kan natuurlijk achteraf kan je zeggen van, goh, was dat nou de beste vraag om op dat moment aan Wilders te stellen? Maar als we zien hoe het nu gaat dan en wat er uiteindelijk uit die verkiezing kwam, was de vraag ook weer niet heel vreemd. Op sociale media reageert Geert Wilders verheugd op alle aandacht. Een historisch mooie opening van het NOS 8 uur journaal. De opening van het journaal met Wilders oogst kritiek. De NOS zou daarmee hebben bijgedragen aan de winst van de PVV. Nou, dan geven we het NOS 8 uur journaal op die zaterdagavond wel een hele belangrijke positie, denk ik. En dan vergeten we de kiezer. En dat vind ik wel belangrijk om dat even te benadrukken. Want we kunnen wel doen alsof de journalistiek heel erg sturend is. En in zekere zin doen we ook niet alleen verslag. En zijn er ook natuurlijk kranten, et cetera, die er misschien wat sturender in zitten dan de NOS. Maar uiteindelijk hebben we een grote groep kiezers die op zoek is naar een partij die uitdraagt wat zij vinden.
En daar was Wilders kennelijk een antwoord op. Dus laten we niet doen alsof de journalistiek het hier helemaal voor het zeggen heeft. Bij verkiezingen heeft natuurlijk de kiezer uiteindelijk het laatste woord. Dicht u de media niet een hele grote invloed toe? Mensen hebben toch ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf een verkiezingsprogramma gaan opzoeken? Absoluut, maar mensen doen dat niet. En mensen zijn gewoon te druk met hun eigen sores. En die hebben wel iets beters te doen. Dus waar krijgt het overgrote deel van de mensen krijgt gewoon hun politieke berichtgeving via media. En ik vind dat media zich daar echt wel iets van mogen aantrekken. Ga niet alleen maar kijken naar wie staat er nu aan kop. Want op zo'n moment krijg je gewoon een visueuze cirkel dat alleen maar media daarover gaan schrijven. Dat mensen gaan denken, ja, maar dan, ik wil bij de winnaar horen. We zijn benieuwd. Zelden was het zo spannend, zo close, waren er zoveel debatten, zoveel gamechangers, zoveel zwevende kiezers. Maar vandaag zijn ze geland van oost naar west en links naar rechts. Oké. Thank you. Ik heb dit jaar strategisch gestemd op de PVV. Islam en zo, dat hij dat al in de kast heeft gelegd, dat vind ik al goed. Daarvoor gaan mijn stem ook richting Wilders. NPO1 debat gezien. We hebben Johan Derks aangehoord. En dan met gillende banden hierheen, want er moet wel gestemd worden. En goed ook. Uiteindelijk stemmen bijna 2,5 miljoen Nederlanders op de Partij voor de Vrijheid. 35 zetels! De grootste partij van Nederland! Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. Dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad... Geert Wilders blijft een milde toon aanslaan. Nu de verkiezingen erop zitten, zoekt de politicus de verbinding. Al doet hij dat niet met iedereen. Na de verkiezingen komen honderden mensen samen om te protesteren tegen de PVV. Een aantal van hen is te gast bij Op1, de late-night talkshow van de publieke omroep. Bij ons is een van de demonstranten, sterker nog drie van de demonstranten, Lieveke Heijn is bij ons. Goedenavond, fijn dat je er bent. Jij was erbij vanavond, hè? En was het een demonstratie tegen iemand of voor iets? Het was een demonstratie tegen fascisme. Tegen fascisme. Ja. Een van de demonstranten zei dat ze aan het demonstreren was tegen het fascisme. Waarop mijn vraag was, vindt u Wilders dan een fascist? Want die had de verkiezingen gewonnen. En toen zei ze ja. Oké, omdat je vindt dat Wilders fascistisch is? Ja. Jongen. Meneer Slethaar is het niet met je eens? Nou ja, ik vind het echt bespottelijk. Waarom stelde u die vraag? Omdat ik dat wilde weten. Ja, dat is meestal waarom ik vragen stel. Ja. Ik wilde weten wat zij met die uitspraak bedoelde. Want als je zegt, van ik demonstreer tegen het fascisme, hoezo, waar zie je dat dan? Nou, Wilders had de verkiezingen gewonnen. Ik vind het al een hele logische vraag om te zeggen, is dat wat je bedoelt? Bedoel je te zeggen dat Wilders een fascist is? Dat bevestigde zij, vond ik een hele normale journalistieke doorvraag. Wat gebeurde er daarna? Nou, het bleef rustig. Tot de volgende middag, ergens rond de middag, stuurde Wilders een tweet waarin hij dit voorval beschreef en zei, bedankt Thijs van der Brink. Ongelooflijk dat Thijs van der Brink deze vrouw uitlokt mij een fascist te noemen. Op nationale televisie. 1 miljoen mensen luisteren. Als er één gek tussen zit, is het al genoeg. Bedankt hè, Thijs van der Brink. Wat dacht u toen u dat las? Ik dacht, het wordt een onrustige middag. Dus ik heb vrij snel de afdeling voorlichting hier bij de Jo gebeld van, wil jullie even de webcare overnemen en mijn socials in de gaten houden? Ik ga fietsen. Ik ga zelf even niet op mijn telefoon, want ik vermoed een hoop ellende. En ik heb wel gezegd, ik wil vooral weten of er bedreigingen binnenkomen. Gewoon geld en getier kan ik hebben. Als er bedreigingen binnenkomen, wil ik het weten. En een halve dag later hebben we weer contact gehad. Er waren geen bedreigingen binnengekomen, wel een hoop gescheld en getier. Nou ja, dat kan ik hebben. Waarom voelt u die bijl hangen? Omdat Wilders natuurlijk enorme aanhang heeft op die sociale media. En als hij tegen mij zegt, je hebt mij in een bedreigende situatie gebracht. Ja, dan zegt zijn achterban natuurlijk, we gaan die Thijs van der Brink eens even zeggen dat hij dat niet had mogen doen. Denkt u dat Wilders dat zelf ook wel weet, dat dat gaat gebeuren? Ja. Dat weet hij heel goed. Op dezelfde dag dat Thijs van den Brink onder vuur ligt, leggen collega-journalisten bij de NRC de laatste hand aan een artikel over Gom van Strien.
Gom van Strien wordt de verkenner van de kabinetsformatie. Hij is Eerste Kamerlid voor de PVV. Ja. Meneer van Strien, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat u hier bent. 25 november vorig jaar. Bart Nijpels en u publiceerde een artikel over de beoogde verkenner van de PVV, de heer Gom van Strien. Waar ging dat verhaal over? Ja, dat ging over een aangifte bij het Openbaar Ministerie door de Universiteit Utrecht. En in die aangifte stond dat Gom van Strien betrokken zou zijn bij een fraudezaak. En dat hebben we toen op zaterdagavond om 22:15 s'avonds online gezet. En dat nieuws ging lopen. Van Strien zou stiekem hebben verdiend aan een bedrijf dat gelinkt is aan de Universiteit Utrecht. In een verklaring ontkent hij de beschuldigingen en zegt aan alle regelgeving te hebben voldaan. Nee, ik wist helemaal van niets, dus pas vlak voor de eerste publicatie. Ik geloof trouwens als iemand zegt dat hij onschuldig is, hij is ook niet vervolgd of veroordeeld. Maar ik had het natuurlijk wel moeten weten en uiteindelijk... Terwijl dat nieuws ging lopen... kwamen ook natuurlijk de reacties op sociale media binnen. Ja. Nou, ik heb daar dus een tweet aan gewijd. En ik heb dus een rij van die verwensingen op een rijtje gezet. En gezegd van kijk, als je je werk als journalist doet, dan krijg je dit. Op X reageerden de fans van Wilders. We zijn communistisch NSB-tuig, hoenalisten, vieze flikkers, linkse smeerpijpen, werkend bij dat nazi-krantje en natuurlijk tuig van de Richel. Die laatste is van Wilders zelf. En eerlijk gezegd, dat past natuurlijk in de verruwing van de samenleving... waar onder andere Geert Wilders zijn steentje aan bijgedragen heeft... door mensen tuig van de Richel te noemen, journalisten tuig van de Richel te noemen... behoudens enkele uitzondering. En ik heb ook in die dagen ook wel een beetje geagiteerdheid gevoeld bij mezelf. Dat ik dacht van gast, waarom doe je dit nou? Dit is niet nodig. Geprobeerd contact met hem te zoeken via sms. Waarom zoekt u contact met hem in zo'n situatie? Omdat ik wilde weten... Ik was ervan overtuigd dat hij wist wat hij deed. Dus waarom doe je dit? Heeft hij voor gekozen om niet op te reageren? En toen dacht ik wel bij mezelf, naar hem uitkijken dat je niet verbitterd of verzuurd ruikt. Dat is niet je taak. Je moet gewoon je journalistieke taak blijven doen. In uw tweet zegt u ook de fans van Wilders. Maar maakt dat Geert Wilders dan verantwoordelijk voor wat zij op Twitter over u beweren? Nou, weet je wat het is? Als je als politicus ben je mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het debat in de samenleving. En als jij je jarenlang geuit hebt in die zin over rechters, over nep-parlement, over journalisten die niet te vertrouwen zijn enzovoort. Want het zijn maar drie voorbeelden. Ja, dan kweek je die sfeer waarin dit soort dingen makkelijker gezegd kunnen worden. Ja. Medialogica heeft meermalen contact gezocht met de PVV. We kregen geen reactie.